In deze video ga ik je laten zien hoe je van een grafiek het minimum kunt berekenen door gebruik te maken van een grafische rekenmachine van TI. Ik ga het uitleggen aan de hand van een voorbeeld. En het voorbeeld zie je hier aan de linkerkant staan. Gegeven is de formule I is 2x 2 min 3x plus 2. En de opdracht is, bereken de coördinaten van de top van de grafiek. We moeten dus de coördinaten van de top gaan berekenen. En dat gaan we doen met onze grafische rekenmachine. En dat werkt als volgt. Het eerste wat we even gaan doen is de formule invoeren in de rekenmachine. En daarvoor ga je naar i is en dan ga je bij i1 de formule neerzetten. We beginnen dan met de 2, dan doen we x kwadraat. Voor de x gebruik je deze toets en voor de kwadraat heb je hier een sneltoets. Nu doen we min 3x. En tenslotte plus 2. En nu hebben we de formule in de rekenmachine ingevoerd. Nu willen we het minimum berekenen van deze functie. En daarvoor gaan we gebruik maken van de optie minimum en die vind je in het Calc menu. Je komt bij kalk via second en dan trace. En dan zie je hier bij 3 optie minimum. Je gaat dan even 2 naar beneden, en dan selecteer je nummer 3. Dan gaat de rekenmachine even de grafiek schetsen, en dan zie je hier het minimum. En dat minimum willen we berekenen. En dat doe je als volgt. Je ziet hier onderin staan: left bound. En onze cursor die knippert. Dus wat we nu gaan doen is we gaan onze cursor nu een klein beetje links van het minimum neerzetten. Nou, je ziet dat is al gelukt. Want het minimum zit hier en de cursor zit daar een beetje links van. Dus dat is gelukt en nu drukken we op enter. Dan verandert dit in right bound. En right bound betekent dat je je cursor. Een beetje rechts van het minimum moet zetten. Dus dan gebruiken we de pijltjes naar links en naar rechts om onze cursor te verplaatsen. We doen hem dus een klein stukje naar rechts. Zo ongeveer. Maakt niet zo heel veel uit als hij maar aan de rechterkant van het minimum zit. Hij zit nu hier. We drukken weer op Enter. En dan zeg je rekenmachine guess. En guess betekent dat je zelf een beetje moet gokken waar het minimum zit. Dus dan doen we hem weer een klein stukje terug. Met de pijltjes naar links. Nou, dit vind ik een prima gok. Nu druk ik weer op Enter en nu geeft de rekenmachine het minimum. De x-coördinaat van het minimum is dus 0,75 en de y is 0,875. En op deze manier kun je dus het minimum van een grafiek berekenen met de grafische rekenmachine van TI.